wij houden enorm van Dirk Kuyt. Ik wil mezelf ontwikkelen als coach. Ik wil mezelf bewijzen als coach. Dit soort momenten, ja, daar doe je het voor. Beerschot is wel een historische club met een heel, denk ik, rijk verleden, maar ook veel meegemaakt. Faillissement, vanuit het faillissement weer opnieuw begonnen, weer helemaal terug naar de hoogste competitie gepromoveerd, daarna weer teruggevallen. Ja, en nu zie je, als je hier vandaag aanwezig bent, hoe graag de club, een volksclub, terug wil naar de hoogste divisie. En ja, weet je, wat dat betreft misschien wel een beetje ook te vergelijken met Feyenoord qua supporters en ja, die drijf die erin zit, ja, dat is wel mooi. Beerschot, je kunt het nu niet meer vergelijken tegenover de vroegere jaren, om het zo maar te zeggen. Maar Beerschot heeft een zodanige aanhang die zoveel eisen, die kunnen zich niet permitteren om twee, zelfs drie keren op elkaar geen punten te pakken. Ja, dan breken ze het kot af. Dus, maar momenteel is het voor Beerschot zo moeilijk, en dan spreek ik alleen dus financieel gezien, want als zij moesten promoveren, ja, dan durf ik op wedden dat ze volgend jaar in deze toestand gewoon kaartje retour hebben. Dit is een club die het revanchegevoel heeft om weer naar het hoogste niveau te gaan. De technisch directeur heeft een spelersgroep samengesteld van heel veel spelers die of pech hebben gehad met blessures of bij clubs hebben gespeeld, eigenlijk op een hoger niveau, maar er niet hun droom waar kunnen maken. En heel veel spelers de kans gegeven om zichzelf te laten zien, om één niveautje lager, om weer samen naar het hoogste niveau te gaan. Zo voel ik dat zelf ook. Ik wil mezelf ontwikkelen als coach, ik wil mezelf bewijzen als coach en ik wil ook graag presteren. Dus ja, ik ben heel blij om hier te zijn en de kans te hebben, ja, om samen aan een mooi succes te werken. Bij Beerschot is het altijd een speciale wedstrijd. Ik zeg het, we hebben enorm veel sfeer altijd bij. Wij zijn gekend ook voor heel veel supporters. Maar vandaag eigenlijk is het een stadsderby, geen echte derby. Het echte derby is tegen ons grote vijand Antwerp. Fuck die Antwerp! Sorry man. Maar Liersen is toch ook iets speciaals. En we verwachten vandaag heel veel volk. En we moeten winnen, want we moeten terug aan die leiding. We willen absoluut overgaan naar de eerste afdeling, ereafdeling in Nederland. Dus dat is de bedoeling. Wij houden enorm van Dirk Kuyt, tuurlijk. Waarom? Ja, ik wil maar zeggen, een man met zo'n ervaring. Die is eigenlijk op wereldniveau is enorm bekend. En je ziet dat ook aan de spelers. Die kijken vooral naar zijn verhalen en vooral zijn tactiek. Dus ook, wij staan er volledig achter. Dus totaal geen probleem met Dirk Kuyt. U kent hem ook persoonlijk als materiaalman? Ik ken hem heel goed. Ik ben er al een paar keer. Ik heb zelfs een truikje gekregen van hem. De eerste wedstrijd kwam af. Nee, hij is een zalige persoon. Echt wel top. We zijn van die typische transfers van Beerschot, jongens die wat in de vergeetput waren beland. Aangetrokken. Zou dat is prima. Terugleggen van Akker. En dan komt die bal bij Okensi. Okensi schuift hem binnen. En de vlag blijft naar beneden. En dan is het 0-1. Liersen. Eric Okensi met het doelpunt. Voorlopig zijn we wel best tevreden. Alleen, ja, we hadden daar natuurlijk meer van verwacht. In de zin van, ja, dat het toch misschien
wat meer winst zou zijn. We blijven precies zo'n beetje hangen, heb ik het gevoel. Dus ja. Ik weet niet of dat het aan kuit ligt, maar op het moment is het niet zo vet met een beerschot. Hè? Dus ja, maar ligt dat echt aan een trainer? Dat weet ik niet. Want we spelen eigenlijk met dezelfde spelers in hetzelfde systeem. Je hoort heel veel mensen zeggen van het ligt aan kuit, het ligt aan kuit. Misschien mag je hem een beetje sneller wisselen, dat wel. Ik vind dat zijn ervaring wel kan beïnvloeden, de spelers. Maar qua systeem is het inderdaad nog niet echt optimaal, denk ik. Nee. Dat probleem is dat heel het seizoen al hetzelfde systeem is aangehouden. En dat daardoor de tegenstanders zich er ook makkelijker op kunnen baseren. Ik denk dat daar ook een beetje de fout ligt. Maar inderdaad, ik vind dat ze wel beter de bal vasthouden onder kuit. Maar voor de rest, ja, inderdaad, zoals de rest ook al heeft gezegd, zijn er nog wel enkele werkpunten. Is hij een beetje populair? Ik denk niet dat hij populair is bij de meeste Beerschot-supporters. Voorlopig niet. Laat ons hopen dat dat bij een promotie wel in orde komt. De kuit is goed als ze promoveren. En dan zien we wel verder. Ik twijfel niet, absoluut niet aan mezelf. Alleen ja, de weg die ik gekozen heb en de obstakels die je daarin vindt, zoals ADO. Het is natuurlijk nooit prettig om ja, op een negatieve manier door minder goede resultaten, door minder goed te presteren, je eerste klus als trainer te beëindigen. Maar iedereen weet ja, wat voor persoon ik ben en opgeven komt bij mij niet voor. En ik leer ook van mijn fouten, ik leer ook ja, van de ervaring. Ja, en dat neem ik nu weer mee hier naartoe. En ja, hopelijk ja, gaat deze uitdaging succesvol zijn. In eerste instantie op de korte termijn en wie weet ook voor de langere termijn. Ja, want je contract loopt af, maar ja, misschien blijf je wel langer. Ja, nee, het is heel belangrijk dat de voorwaarden voor mij goed zijn. Dus vandaar ook dat ik heel bewust heb aangegeven, jongens, laten we voor 6 maanden die uitdaging met elkaar aangaan. De club bood eigenlijk een contract van 1,5 jaar aan. En ik zeg, en dan kunnen we daarna met elkaar kijken of we bij elkaar passen. Of ik de trainer ben die jullie zoeken. En of we voor de lange termijn ook door kunnen gaan. Maar ja, wij beiden hebben eigenlijk wel ook aan elkaar aangegeven ja, dat die behoefte en wens er is. Timo Verlinde, altijd maar proberen. Overstapje, voorzitter met links en de kopbal. En binnen. Nu bal cabrioleert binnen. Gezichtsbedrog en ook gejaagd met vertraging hier op de tribune. Zal het ook niet goed begrepen. Die bal leek over het doel te waaien, maar hij valt binnen. En dan mogen ze toch gaan juichen en het is een Wright Phillips. Voetbal is leuk en daar moet je ook van genieten. Ik bedoel, we kunnen het allemaal heel serieus bekijken. En er is heel veel stress komt erbij kijken, ook vandaag. Was er heel veel stress, maar je probeert ook genieten van bepaalde momenten en ook, ja, ook soms ook een dolletje te maken. Deze club is wel ja, niet rustig. Maar ik werk met fantastische mensen. Ik heb een goede technisch directeur boven me. Een goede directeur die helaas aan het einde van het seizoen weggaat. Een mooie spelersgroep. Aanvallend voetbal. Mooie assistenten. Dus ja, weet je, het voelt gewoon aan alles goed. We zijn inmiddels bij de laatste 20 minuten weggever van Tinkens. En dan gaat iemand binnen. Dan is het 2-1. En dan is het Timo Verlinde. Toch de man van de wedstrijd. Die Beerschot hier op 2-1 hijst. Weggever bij Lierse, Jens Tinkens. Ai, ai, ai. Nog één lange uittrap en dan zal het dat wel geweest zijn van Tamme. Maakt er een einde aan. Beerschot pakt een hele belangrijke driepunter. De eerste overwinning in 4 wedstrijden. Kijk hoeveel deugd het doet. Iedereen recht. De vreugdeuitbarstingen op het kiel. Gelukkig word ik van binnen. We hebben een paar keer ja, een tikkie gehad door wedstrijden te verliezen. Maar ja, als ik dan zie de mentale weerbaarheid van het team vandaag en ja, de wisselwerking met de supporters en de energie die dat geeft en de vreugde na afloop dat je wint, ja, daar word ik blij van. Weet je, voetbal blijft gewoon voor mij
fantastisch. En ja, wat ik als speler heb mogen meemaken, ik wil dat zo dicht mogelijk benaderen als coach. En dit soort momenten, ja, daar doe je het voor.